Hey, ik kom vandaag kijkje nemen in Krachtig en kunt u ons meer hierover vertellen? Ja, dat zou ik zeker doen. Krachtig is een initiatief voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dus binnen scholen of binnen werk, ja, uitvallen binnen systemen. Of het gaat even niet goed met mensen, ze willen toch weer een zinvolle dagbesteding weer in hun kracht komen te staan. En als alles goed gaat, proberen we ze ook verder te brengen naar werk of terug naar school. En dat doen we door middel van mbo 1 of mbo 2 opleiding. En misschien is het leukste als we eventjes overal gaan kijken. Want dan krijg je de beste idee. Ja? Mooi. Ga je mee? Jazeker. Oké, kom. We gaan. Super. We willen eigenlijk wat meer weten over wat doen de deelnemers van Krachtig nou hier in de keuken. Nou, wat ze eigenlijk doen is sowieso een basisstructuur leren voor het werken. Op tijd komen, zich houden aan de pauzes. Koken. Voor sommigen is dat heel lage insteek. Beginnen met een ui leren snijden op verschillende technieken. Of een soep maken, of ze zijn hier toevallig pasta aan het maken. En alle bijkomende werkzaamheden, zeg maar. Mooi. Hey, ja, dankjewel voor je uitleg. En ik denk dat we dadelijk nog eens even naar de bakkerij doorlopen. Om te kijken hoe het daar gaat. Veel plezier. Ja? Hey, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Kijken in de bakkerij, we zijn net in de keuken geweest en we willen eigenlijk eens kijken van nou, wat doen de deelnemers hier in de bakkerij? Ja, wij bakken hier broden, vlaaien, koekjes. Eigenlijk wordt alles op bestelling gemaakt, dus de mensen bellen ons op of komen binnen. En we schrijven dat in onze agenda en dan wordt het brood op bestelling gemaakt. En ook praktijkopdrachten, dus we krijgen bijvoorbeeld van de school krijgen ze een stageopdracht dat ze een klant moeten helpen aan, aan het afrekenen daarbij. Ja, dat oefenen we dan door de week heen en dat wordt dan dadelijk op het einde van het schooljaar wordt dat getoetst door de docent en een examinator. Speels leren. Speels leren, en dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, mooi. Ja. Hey Clement, hoi. We komen eens even kijken hier wat jullie hier doen met onze deelnemers. Wij werken hier aan auto's, de kleine klusjes, dus niet de grote klussen. We doen bijvoorbeeld banden uitlaten, remblokjes, dat soort dingen. Alles wat we doen is onder het mom van doe het, dan leer je het. Echt met de handen werken. Dus we kijken wat ze kunnen en aan de hand daarvan kijken we of we ze ergens kunnen plaatsen in een bedrijf. Repareren. Zo'n stevig voorbeeld. Knappen we helemaal op, demonteren we helemaal en we doen hem weer monteren. En dan staat hij in de verkoop. Dus alles wat er fout is, dat wordt vernieuwd. Hoi, Chantal. We komen eens even kijken hier. Ik kom meneer even laten zien wat jullie hier op de ICT-afdeling doen. Oké. Wij doen eigenlijk op het gebied van ICT doen we eigenlijk best wel veel dingen. We leren hier de jongeren een stukje programmeerwerk en dan voornamelijk de webtalen. Dus dat zijn eigenlijk HTML, CSS en dan nog de ingewikkelde taal JavaScript. En ze leren een stukje hardware van de computers, zodat ze ook weten waar een computer uit bestaat. Hier zijn we op de klussenafdeling en daar ga ik zelf nog een beetje uitleggen wat ze hier doen. Want de mensen van de klussendienst die zijn buitenshuis op dit moment. Dus nu zijn ze bijvoorbeeld een huis aan het teksten. Maar ze doen ook soms tuintjes spullen naar het grofvuil brengen.
Volgens mij zitten we dan eigenlijk wel een beetje op het einde van ons hele reisje door Krachtig. Ja, ik hoop dat je in elk geval een beetje wijzer bent geworden van ja, wat, er, wat wij doen. Uiteraard, het is een heel geweldig initiatief van Krachtig. Ik heb van genoten. Van buiten zie je het heel anders. Toen ik binnenkwam, ik word helemaal verrast. Super. Nou, dat vind ik mooi. Dankjewel. Graag gedaan. En we komen elkaar zeker nog eens ergens tegen. Uiteraard. Hey, dank je. Hey, bedankt. Oké. Tot ziens, hè. Oké, dag. Dag.